Hallo, daar ben ik weer met mijn vlog over mijn opleiding bij Howie de Harp. Maar buiten Howie de Harp zijn er ook genoeg mensen die ik ken, die allerlei bijzondere talenten en kwaliteiten hebben. En ik ben nu hier in de Weimarstraat bij KIK. En hier is een expo van kunstwerken van verschillende kunstenaars. Dit is georganiseerd door Ongekend Haags en Anton Constance. Naast mij staat Eloisa en achter ons zie je haar kunstwerk. Mocht je er interesse in hebben, dan kun je hier 6 maanden ongeveer komen om het allemaal te bekijken. Eloisa, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben Eloisa Fortes. Ik ben kunstenaar en hierachter hangt een kunstwerk van mij. Het is een foto, je kunt het hier niet heel goed zien, maar je kunt dus komen kijken op de Weimarstraat 364. Het hangt helemaal achterin. En het is een fotowerk dat is verfrommeld en met vuur is bewerkt. En ja, dat was het over dit werk. Ik maak een paar werken per jaar. Dus. Oké. En je gaat er mee door? Ja, en ik ga er mee door. Ik ben er al een tijd mee bezig. Ja, sinds 2004. In 2004 ben ik begonnen met de kunstacademie. Dus. Oké. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Eloisa. Ja, graag gedaan. Mensen kunnen gewoon via mijn vlog ook, als ze willen, contact met je opnemen. Ja, ik heb een website, eloisafortes.nl. Moet ik het spellen, Chanel? Nee, ik zet het bij de tekst. Oké. Dat is beter. En ik ben hier dus haastig naartoe gekomen. En, maar toch wel op tijd en efficiënt. En dat is ook ADHD. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei.